Hallo, leuk dat je naar dit filmpje kijkt. Ik ben Sarine Zijderveld, onafhankelijk demonstratrice van hobbymaterialen van het merk Stamping Up. En ik ga je in dit filmpje laten zien hoe je heel snel van een blanco kaart en een envelop iets leuks en heel persoonlijks maakt. Een unieke kaart gestempeld met bloemen. Je hoeft natuurlijk bij een stempelset niet alle stempels te gebruiken die erin zitten. Je hoeft ook niet altijd allerlei lagen te maken en ingewikkelde technieken te gebruiken. Gewoon recht toe recht aan stempelen maakt al in, ik denk ja, een minuut of zeven of zo, een heel erg leuke en unieke kaart. Het filmpje duurt iets langer omdat ik je ga laten zien hoe ik het doe en er wat tips bij geven en je wat van de materialen laat zien. Maar je zal zien dat je in een handomdraai een leuke en unieke en persoonlijke kaart voor iemand maakt. Dus veel plezier bij dit filmpje. We gaan dat doen met de Color & Contour Set. Dat is een fotopolymeer stempelset. Dat betekent dat het van die doorzichtige stempeltjes zijn die je op je clearblok doet. Als je de set krijgt, dan komen ze gewoon zo doorzichtig. Heb je een stempeltje vaak gebruikt, dan wordt hij uiteindelijk roze. Of dat nou door rood of paars of blauw of wat dan ook. Ergens, hij pikt die kleur rood op, maar hij geeft niet meer rood of roze af. Dus je kunt hem gewoon blijven gebruiken. We gaan een aantal van die stempels gebruiken om een vrolijke bloemenkaart te maken. De producten die je in deze video ziet, die zijn bij mij te bestellen. Ook andere producten van Stamping Up. En heb je er vragen over of over de gebruikte technieken die je ziet, dan hoor ik het graag. Ik vind het heel leuk om het je te laten zien. En als je vragen hebt, dan help ik je heel graag verder. We gaan van start. Ik heb een stempelmatje eronder gelegd, omdat de fotopolymeer stempelset geen laagje van zichzelf heeft. Het is alleen de stempel, geen kussentje dat veert. Dus dan in dat geval leg je het eronder. En zo hier op de voorkant van de kaart ga ik beginnen met het invulstempel van het takje. Dit is een stempelset waarbij je de outline zet, de lijn van een stempel, de omtrek en een invulling. Datzelfde bij een bloem en de invulling ervan. En het bloemknopje en de invulling ervan. Maar we gaan nu alleen die invulling gebruiken. En dat doen we voor de achtergrond. We nemen Parakeet Party. Mooie, ja, frisse lijmgroen kleur. En we stempelen daar een achtergrond mee. Ik laat hem een beetje van rechtsboven naar linksonder. En ik draai zo ondertussen het stempel wat. Het steekt niet zo nauw, want dit hele type stempel is een beetje rommelig. Ik vind het leuk om hier op die hoek trouwens wat te zetten, dus doe ik zo. Dus het hoeft niet heel precies. Als ik afstempel, dan wordt hij hier wat lichter. Dan geeft het wat meer diepte-effect, verschil tussen felle kleur op de voorgrond en wat lichter op de achtergrond. Zo. En afstempelen nog voor de randen. En datzelfde op de envelop. Zo. Dan is het wit eraf. En dan heb je een soort ondergrond gemaakt of achtergrond voor het boeket wat we gaan maken. We doen dat met Orchid Oasis. Mooie blauwe, paarsblauwe kleur. En na de ondergrond in een wat zachtere kleur komt nu de blikvanger. En dan stempelen we de omlijning van de bloem in de volle eerste generatie kleur. En ernaast afgestempeld in de tweede generatie. Ik probeer wat te draaien, omdat hij dan niet zo heel precies dezelfde stempel lijkt. Niet zo heel netjes komt. Wat. Binnenkant ook, daar vind ik één wel genoeg. En datzelfde op de envelop. Ik ben aan het kijken hoe snel het kan, dus ik dacht laat ik een beetje doorwerken en kijken hoe ver we komen, in hoeveel tijd. Als je een beetje rechterop wil krijgen, dat hoeft eigenlijk niet eens, valt niet eens zozeer op als je het niet doet hoor, maar als je dat zou willen, die twee blaadjes die hier aan elkaar zitten, dat vind ik wel een handig referentiepunt.
Daar hou je hem boven, want je kijkt er toch een beetje doorheen. En dan zo ongeveer, ik denk een beetje hier. En dat, dit is dan weer de eerste generatie. En dan probeer ik hier dit bij de tweede generatie ook ongeveer te doen. Maar ik weet niet precies waar die zat, maar dat geeft het niet. Dat zie je wel. Nu heb ik hem niet eens zo uitgelijnd. Hier kan ik dit nog een beetje proberen. Zo. Oh ja, afgestempeld. Hier. Hier weet ik ook niet precies hoe die zat. Maakt niet heel veel uit. Zo. En ja, hier ongeveer. Oké. Oh ja, binnenkant. Hier het tweepootje ongeveer uitgelijnd. Op de envelop kunnen we het zo doen dat we eentje in eerste generatie stempelen. En de andere in tweede generatie. Heb je nog een beetje verschil. Gaan we het hartje invullen met Daffodil Delight. Mooie frisse geel. Voorkant weer. Er is geen hartjesstempel. Dus hier wordt het hartje natuurlijk wel ingevuld gewoon door de tekening. Maar we hebben niet een precies rondje. Er is wel deze invulling voor het knopje. En dat kunnen we gebruiken. Ik zal laten zien hoe. Je kan natuurlijk ook met een stift doen of zo. Hè, maar als je dit ovaaltje niet helemaal beïnkt, maar alleen op de hoek. Zo. Dan heb je eigenlijk een beetje een rondje. Niet precies natuurlijk, maar ongeveer genoeg voor dit slordige stempel. En als je denkt, ik wil hem nog wat groter, dan doe je het gewoon nog een keer en zet je hem iets ervoor. Zo kan je ook een beetje verschil geven dat de ene kant wat donkerder wordt dan de andere kant. Is dat een beetje te zien? Ja, ik geloof het wel. Hier ook. Hier nog eentje die echt eerste generatie is. Ik kan hier nog een beetje aanvullen. En dan doe ik het nog even een beetje afgestempeld. Zodat het wat vager wordt. Omdat deze bloem ook wat vager is op de achtergrond. Ik mag gewoon een beetje meer hebben. Anders vind ik het te veel op groen lijken. Hier ook. Hier. Ja. Je ziet wel, dit luistert niet zo nauw. Je doet het gewoon een beetje zoals je zelf denkt. Van nou, dat vind ik wel leuk zo. Ik vind hier een tipje geel nog wel leuk. Oké, binnenkant. Dus je ziet dat je best wel aardig wegkomt met zo'n ovaaltje dat je als rondje stempelt. We doen het ook nog even op de envelop. Er zit ook weer wat diepte in op deze manier. De volgende stap is dat we het gaan aankleden met de blaadjes die in de stempelset zitten. Dat doen we weer met de Parakeet Party, het lime groen. En daarbij kijk ik naar dat ik dat puntje van het blad een beetje verstop, als het ware, tussen de blaadjes van zo'n bloem. Dat het niet helemaal los zweeft. En ook dit zet ik weer in tweede generatie. Als je een andere kleur hebt, zou je zelfs derde kunnen doen, maar die is hier niet zo heel goed te zien, dus ik hou het bij twee. En ik kijk dus naar de plekken waar het wit is, zoals hier kan die. En ik laat hem ook weer een beetje als tweede generatie, omdat je ergens toch wel, ik weet niet of het op de camera helemaal goed te zien is, maar je ziet iets vaags. En dat geeft dus dat diepte-effect. Hier kan nog wel wat. Nou, oké. Er komen nog spikkels over, weet ik.
En op de envelop. Oh ja, ik zou hem afstempelen. Laat ik dat ook doen. Hier doe ik het niet, omdat die afdruk voor een gedeelte van het papier is gegaan. Dus ik stempel hem even hier af. Zo. Hier ook. En hier ook. Nou, dan zijn we al toe aan de laatste stap. Behalve wanneer je er ook nog tekst op zou willen. Maar in ieder geval voor de afbeelding laatste stap. En dat zijn de spikkels die we erover zetten. Als tip, kijk in de catalogus altijd naar sets met spikkels, want die maken alles beter. Als je op een gegeven moment denkt, ik weet niet, die kaart niet helemaal goed. Of iets een beetje scheef gestempeld of een beetje nou, niet naar je zin. Gooi er wat stippels over en het fleurt er meteen van op. Ik zal het je laten zien. Dit is natuurlijk op zich al wel leuk, maar best een beetje statisch. En als je nou denkt, ik wil dat een wat vrolijker, gezelliger, losser boeketje maken, dan zijn die spikkels daar heel goed voor. Ik neem dezelfde kleur Orchid Oasis, omdat ik vind bij die spikkels dat het wel leuk werkt als ze donker zijn. En ook die stempel ik weer af. Je kan ook kijken naar, hier heb ik bijvoorbeeld een wit vlekje. Wit, als je een beetje kijkt van waar zitten de gaten. En hier op het stempelset, op het stempeltje zitten hier meer, zit hier meer inkt. Zijn de druppeltjes groter dan daar. Dus ik ga hem zo zetten dat dit donkerder stukje hier in dat gaatje komt. Zo, hier. Zie je, dan heb ik als het ware dit gat opgevuld. Hetzelfde doe ik hier. Ik neem bewust deze donkere kant van de spikkels om hier te zetten. En hier, en dan afgestempeld. Hier kan het. De rest maakt dan niet zoveel uit. Ik let meer op die gaten eigenlijk dan op de rest. Dat maakt niet zo heel veel uit. En hier vind ik het ook wel leuk om nog wat over die bloem heen te zetten. Hier dan nog wat, dan loopt het niet zo heel strak. Nou, zo kijk een beetje naar die compositie. Zo wel leuk, denk ik. Hier hetzelfde verhaal. Hier dus het donkere in dat hoekje. Hier en dan nog wat afgestempeld. Om het wat losser te maken. En dat doen we ook op de envelop, op de flap en op de punt. Zie ik hier ook weer. Doen we hier nog afgestempeld en hier nog een keer extra, zoiets. Nou, hebben we toch eigenlijk best snel van de gewone witte kaart een vrolijke kaart met bijpassende envelop gemaakt. Met een boeketje erin. Een binnenkant gestempeld. De envelop, de voorkant en de achterkant. Dit zou je al zo kunnen versturen. Is helemaal prima natuurlijk. Je schrijft gewoon wat aan de binnenkant. En het is al een leuke kaart om neer te zetten. Wil je nou nog een tekst erop? Dan zou je dat of zo kunnen stempelen. Of bijvoorbeeld op een uitgeponst labeltje. Kan ik ook nog wel even laten zien. Dan zie je ook het voordeel van bijvoorbeeld bijpassende kaartkarton. Omdat dat een van de voordelen van Stamping Up is. De kleurenafstemming, dus van een bepaalde kleur. Eigenlijk van, nou, iedere kleur heb je. Niet alleen de stempelinkt, maar ook kaartkarton, designpapier, lintjes, embellishments, die kleine flonkersteentjes, stiften. Dus je kunt eigenlijk heel makkelijk kaarten ontwerpen, omdat er meteen ook al een bijpassende kleur, in dit geval kaartkarton, is. Waar je een labeltje van kan maken en wat hier dan op kan. Dus kan ik laten zien, kunnen we even doen. Envelop leg ik opzij. Hier zal ik nog een eventjes met de vouwbeen hem even wat platter maken. Oké, dit onze kaart. En ik zal stempelmatje weer even terug. Ik stempel de tekst bedankt uit de set plantenpost. Een van de Nederlandse sets die er zijn. Ik zal even laten zien in de jaarcatalogus waar je hem kunt vinden.
op bladzij 63. Hij heet Plentiful Plants, maar je ziet aan die blokjes die eronder staan dat er een Nederlandse set van is. In dit geval ook Frans, Duits en Nederlands. Is niet altijd zo. Engels altijd wel, maar die andere talen moet je even naar kijken. En bij een Nederlandse set heb je altijd precies dezelfde afbeeldingen die erop staan natuurlijk. Alleen de teksten zijn dan in Nederlands. Niet letterlijk vertaald gelukkig, want dat zou vaak niet werken. Maar in dit geval deze teksten. Dat hartstikke, dat kan natuurlijk voor bedankt of hartstikke veel geluk samen. Of voor jou altijd mooie neutrale tekst. Dus we nemen in dit geval bedankt. Ik stempel hem in Orchid Oasis, omdat ik dat van de gekozen kleuren in onze kaart het meest opvallend vind. Het meest donker, dan zie je die tekst ook goed. Het stempelmatje zorgt voor een mooie scherpe afdruk. Dus dat is goed. En ik gebruik de Double Oval Punch. Nou, spreekt voor zich. Dubbele ovalen. Het mooie is ook dat hij het ene laagje past onder het andere. Dus je kunt ze uiteraard los gebruiken. Maar als je het leuk vindt om ze een kadertje te geven, dan stempel je eerst iets op de kleine en je doet een groter kadertje erachter. Gaan we doen. Door aan de onderkant te kijken zie je hoe je pons, hoe het gat uitkomt. Je kan hem even vasthouden zonder hem door te knijpen. Dan kan je nog even controleren of je vindt dat hij goed zit. Als je denkt dit is hem, knijp je. Deze kan ik voor een andere keer gebruiken, andere ondergrond. Kan je natuurlijk ook nog een kleur geven met spikkels of met een blendingborsteltje of wat ook. En ik ga een bijpassende kleur uit een restje uitponsen. Orchid Oasis. Kaartkarton. Daar kan dit zo op. En dan kunnen we dat hier op de, ja, waar je het eigenlijk maar leuk vindt. Ik denk hier. Op de kaart plakken. Ik vind het wel leuk om hem verhoogd op te plakken. Maar eerst de tekst op het op de ondergrond, dat doe ik gewoon met vloeibare lijm. Oh, ik vind het altijd grappig, ja, als ik eraan denk. Dan, als je toch bezig bent met lijm, dan vind ik het altijd wel grappig om er hartjes van te maken. Geen hond die het ziet natuurlijk. Het zit gewoon ergens achter. Maar ja, ik vind net even wat anders dan gewoon hup en dop lijm. Ik vind het gewoon wel, ja. Heeft wel iets liefs. Een van mijn slogans is ook: elke kaart is iets liefs in de wereld. En op deze manier, een beetje in een soort verstopte zin, doe ik daar ook nog wat mee. Nou ja, hoeft natuurlijk niet, hè. Slaat nergens op eigenlijk. Maar ik vind het gewoon lief. Ik heb hier een restje van de Stamping Dimensionals. Even een schaar. Restjes gebruik ik ook, want ze plakken gewoon prima. En waarom zou je ze niet gebruiken? Dus in dit geval is het zelfs nog wel handig. Omdat ik twee van die randjes heb, kan ik ze wat langer maken. En dan doe ik hem zo. Die andere hier. Normaal gesproken zijn dat mooie zeskantjes. Maar ja, de randjes werken ook, dus waarom niet? Met de Take Your Pick tool. Heel handige prikpen. En er zitten ook nog andere tooltjes in verstopt. Pak ik hem op. De backing papers. De afdekpapiertjes. Wat is het? Ik vind het ook nog wel handig. Want ik ben nog wel eens zo dat ik plak het gerust scheef. Hè? Dat is echt, daar ben ik dan weer veel te perfectionistisch voor. Dan ga ik dat ook weer over zitten doen en zo. Dit is eigenlijk veel handiger voor perfectionisten, even de tip. Op zo'n dimensional gewoon wat extra vloeibare lijm.
En dan kun je er nog mee schuiven. Dus wat ik doe is dat ik denk van nou, ik wil hem ook recht hebben. Daar is dit gridpapier vind ik ook heel handig. Ik kijk gewoon een beetje waar ik hem ongeveer wil hebben. En die lijnen helpen mij om mijn ogen een beetje te richten op zit dat nou recht of niet. En ik denk dat ik hem hier wel leuk vind. Kijk, hier zou ik hem, ja het kan ook, een beetje los vinden eigenlijk nog. Dus ik heb hem denk ik liever hier. Dat hij wat contact maakt met dat boeket. Dat maakt natuurlijk niet zoveel uit. Het is maar net wat je leuk vindt. Dus hier. En ik let op die lijnen om te zien of die ongeveer een beetje recht zit. Zo. Kan je er dus nog mee schuiven. Vanwege dat vloeibare lijm die ik erop gedaan heb. Op die dimensionals. En als ik denk, nou dat is het wel ongeveer. Dan is dat hem. Dus hier zie je dat we eigenlijk in korte tijd, in een paar stappen met één stempelset en iets met een tekst, een leuke kaart gemaakt hebben, een boeket voor iemand waarmee je bedankt zegt. De binnenkant heeft een leuke bloem en de envelop is mooi bijpassend. Voorkant, achterkant. Leuke set. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien hoe ik zoiets maak. Heeft het je op ideeën gebracht? Ga je ook zoiets maken? Laat het me weten. Vind het heel leuk om te zien. En om van je te horen als je vragen hebt over de techniek of de gebruikte producten. Graag tot de volgende keer. Dag!